eigenlijk gewoon live natuurlijk even doen op Insta en Facebook. Maar voordat wij, jullie en ik, verder gaan, hebben wij onze collega. Ja. En die gaat een hele leuke aankondiging doen. Dus wij gaan in beeld en we geven Frank het woord. Goedemorgen. Nou, ik zal mij eerst even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Frank Bijleveld en ik heb bij Rian in de straat de herenmodezaak View 49. En dan denken jullie natuurlijk, wat doet deze man nu bij Rian in beeld? Nou, Rian heeft gevraagd of ik de aankondiging wil doen. Wat gaat er gebeuren? Ik heb voor mijzelf besloten, na ruim 30 jaar in het herenmodevak werkzaam te zijn geweest, dat ik mijn bedrijf ga verkopen of inmiddels verkocht heb. En dan gaan jullie nu snappen wat de aankondiging voor Rian is. Vanaf 1 maart dit jaar, dus dat is over een week of 5, 6, gaat Rian samen met haar dochter View 49 voortzetten. Ze zullen er zelf iets meer over gaan vertellen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb het allergrootste vertrouwen in de meiden dat het een groot succes wordt. De winkel View 49 beleving, qua merken, gaat niks in veranderen. Alleen krijgt het een ander gezicht in de vorm van Julia en Rianne. Dan komen de dames denk ik nu weer gezellig erbij. Ja, en wil ik graag een toast uitbrengen op hun en ze heel veel dank zeggen voor het plezierige contact wat ik met ze heb gehad in het overnametraject. En ik wens ons onwijs heel veel succes en heel veel vertrouwen voor de toekomst. Santé. Proost. Nou, dankjewel Frank voor je mooie woorden, voor het vertrouwen. En wij gaan er een succes van maken. Ja. Dus even in het kort, wat betekent het eigenlijk dat we gewoon Madame houden zoals Madame is? Dus dat is een klein boutiqueje met de mooiste merken. En dat doen we met ontzettend veel plezier. Maar daarnaast gaan we, want wat we doen hier in Madame, dat doen we al die mooie dames. Nee, al die dames van hier, die kleden we aan, maar ook van ver weg, hè, die hier toerist zijn, die kleden we aan. En daarnaast gaan we de heren aankleden. Ja. Dus daar hebben wij waanzinnig veel zin in. Ja. Want dat doet Frank al. En dat is toch wel leuk om voor te zetten natuurlijk. Dus dat gaan wij per 1 maart doen. Dus madame, nogmaals, blijft hier zitten met dameskleding en View 49. Schuin tegenover voor degenen die hier bekend zijn. Daar gaan we de heren aankleden. Ja. Er zal online zal er niet heel veel gaan veranderen. We gaan natuurlijk ook, zoals we zeggen, ga View ook volgen online op Facebook en op Instagram. Ga ik ook, die pagina ga ik natuurlijk ook gewoon doen. Daar gaan Frank doet er niks aan, hè? Veel te weinig, dus dat gaan wij doen hoor. Ga vast liken. Dus daar komen ook allemaal foto's en filmpjes op. Dat zijn natuurlijk gewoon met mannen, gaan we natuurlijk niet zelf in beeld komen. Dan gaan we nog eens kijken welke leuke heren wij daarvoor te pakken gaan krijgen. Ja. Meld je aan. Meld je aan, mocht je dat willen. En die staat ook een model zijn, denk ik. Maar de foto's en de filmpjes en de modeshows bij Madame blijven natuurlijk wel gewoon. Ja. Wij gaan onszelf gewoon verdelen. Je zal onszelf in de winkel ook gewoon nog samen zien. Dus zal je misschien denken, oh, dan gaat de een in de View staan en de ander in Madame. Tuurlijk, dat gaat ook wel zo zijn. Maar we gaan het ook gewoon proberen nog te combineren. Komt ook een nieuw personeelslid bij. Hebben we al aangenomen. Een heel leuk iemand. Gaan we nog niet bekendmaken. Dat komt later. Maar we gaan het gewoon verdelen. En we gaan ons best doen. En er wat moois van maken. Nou. Nog een keer proost. Nog een keer proost. Hè. En tot heel snel bij Madame op FU. Alleen de plas. Dank jullie wel. Oké, nou allemaal hele leuke reacties. De een naar de andere. Jullie kunnen gewoon weer in beeld. Alles is weer goed. Wel.